We staan hier voor de Burcht. Ja, eigenlijk een heel gek ding, zo midden in de stad. Op een hele grote terp. Een burcht, een citadel. Dat was ter bescherming van de bevolking en dan praten we over de 12e eeuw. Deze burcht is in 1150 gebouwd, later nog wat verstevigd. Gravin Ada van Holland was daarbij betrokken. Ja, hartstikke leuk om te weten. Nu hebben we ineens een burcht midden in de stad. Maar fantastisch om te bezoeken natuurlijk. En als uitkijkplek, als uitkijktoren is dit natuurlijk een unieke plek. Bovendien staat deze burcht staat op de plek waar Leiden eigenlijk ontstaan is. Namelijk bij de twee Rijnen, de Oude Rijn en de arm van de Nieuwe Rijn. Daar kwamen heel veel handelaren samen. Waardoor er een markt ontstond. Ja, en daar ging een stad omheen ontstaan. Zo is Leiden ontstaan. Nou, we laten dit zien. Waarom? Omdat de start en de finish hier vlakbij zijn. Op amper 100 meter hier vandaan. De start is op de Breestraat, vlak voor het hele oude stadhuis. Dat in 1929 helemaal afgebrand is. Daar zijn spectaculaire foto's van. En aan de andere kant op de Vismarkt, waar echt Leiden een beetje op ontstaan is. Dat is dus ook 50 meter hier vandaan. Daar is de finish. Daar ga je je eigen glorieuze moment ga je daar beleven. In een omgeving die net zo historisch is als dit. Nou, ben je klaar of ben je op zaterdag hier al, is het hartstikke leuk om gewoon Leiden eventjes te bezoeken. Want allemaal van dit soort plekjes die maken een wandeling van Leiden echt heel erg leuk. We heten ook niet voor niks Leiden de stad van ontdekkingen. Want je ontdekt hier voortdurend nieuwe panden, nieuwe doorkijkjes, nieuwe steegjes, nieuwe verhalen.